En wacht maar. Nu even niks. Nou, ik hoop dat we geen poesjes in deze groep hebben en dat iedereen lekker bij zijn stem blijft. It's on. Oh. Ja, ik vind dit wel weer even mooi. Ik zei de hele tijd. Ik vind dit fantastisch. Ik wil gewoon. Ik zei de hele tijd. Ik zei de hele tijd. Weet je, ik vind het gewoon niet meer. Ik ben er gewoon te nuchter onder. Het gebeurt niks. Ik heb al die tijd gezegd, vanaf 10 gebeurt er wat. Ja. Maar toen dacht ik, als het gebeurt, gebeurde het gisteren. Nee, maar wij zeiden het van de week al. Ik had met Gern Hister. En toen zeiden we, in één mochten de 10 mensen een oud inwoner uitnodigen. Daar hadden we het zondagavond over. Oh. En toen zei ik ook nog, volgens mij ging het publiek toen ook meestemmen, zei ik. Maar eigenlijk is het ook logischer dat het publiek uiteindelijk een beslissing geeft wie er mag blijven of niet. Ja, of ja, en ik ga niet, heel dan erg. Dan krijg je geen gezeik onderling. Want als mijn stem doorslaggevend is of jij wel of niet blijft, dan krijgen wij gezeik. Maar kom we door het publiek, ja, wie moet je dan aankijken? Ja. Ja. Ik ben aan het roken net voor de stemming. En Jessie zegt, het zou toch wat zijn als het publiek in één keer mee gaat doen. Want als jij was zo arrogant, ze heeft de kist niet eens ingepakt, niks. Nee, maar ik ben nu wel heel erg benieuwd. Nee, maar kijk, weet je wat het nu is? Ik ben nu benieuwd wat er in 24 uur gaat gebeuren. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik hoop helemaal niks. Maar meer? Ja. Ik dacht dat jij gisteren nog zei na de stemming van joh, dan blijft Shelly. Ja, dat dacht ik ook. Maar in ieder geval, dan houden we Shelly. Oh nee, blijf. Niet nee, hou dus niet. Shell mag maar. Ik hoop dat Shell morgen die poort verlaat. Maar ik ben nu benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Moeten we dan opnieuw zo stemmen? Ja, en blijven die twee amuletten staan? Daar ben ik benieuwd. Of krijgen we weer twee amuletten? Ja, maar het publiek gaat natuurlijk morgen weer voor Milène kiezen. Die gaat niet in één keer voor Shell, denk ik. Of gaat het publiek morgen niet beslissen en beslissen wij? Dat kan nu ook, hè? Ja, maar dan hebben deze stemmen weer geen nut gehad, toch? Dus er zijn nog genoeg van. Kijk, je staat nu 5-5. Dus iedereen weet nu, als jij hetzelfde blijft doen als dat je vandaag hebt gedaan, moeten we 24 uur later weer. Ja, en dan betekent. Ja, dus. Ja, en dan betekent dat Shelly blijft. Ik denk dat die dingen blijven staan. En dat het nu aan ons is om. Er komt andere keuzes moeten gaan maken. Komt een nieuwe poll, komt er eentje extra bij misschien. Het is